echt een Polen Engelen. Ik heb vroeger in, ik woon nu in Lummelseweg, 55. En vroeger heb ik in Beringenmijn gewoond, in de statische, in Vurtensweg, tegenover het schoollokaalke. Vurtensweg 74 of wat? 74. Ja. En daar heb ik ook naar school gegaan. Bij juffrouw Rans heb ik daar gezeten, bij Germijn Huibrechts, die van Stokmans. En dan heb ik mijn communie ook in die kerk gedaan. Hè. Maar geboren zijn ze in de... Geboren, zijn je in de Stationsstraat of zijn ze daar straks? Nee, in de Stationsstraat zijn ik geboren, denk ik. Ik denk dat ook, ja. En wij hebben al in de Vurtensweg gewoond, 75. Mm-hmm. Denk Gus Timmermans. Vertel eens al hetgeen dat je deed. Ja, wat moet ik dat zeggen, joh. Het was een schoon straat. De geburen waren goed. En tegenover het schoutenlokaalke. En als de schouten vergadering hadden, kwamen die water thuis halen. Ja, ik weet het niet meer. Dus die schouten kwamen water bij je thuis halen? Ja, schouten. Maar herinnerde jij je mensen die daar woonden, die in de Vurtensweg gewoond hebben? En waarvan dat gezegd van, eigenlijk waren dat toch tussenhaakjes speciaal mensen. Dus die je altijd zullen bijblijven. En waarom? Gus Timmermans. En Fien, hoe heet het, Fien Wierbenner? Kanteljon. Gus ging vissen ook, hè. Daar kwamen we altijd bij. En dan die van Schepers. Maurice Schepers en Theo Schepers. En Maria Schepers. Paula. En wie was nog? En die van Schrooien. Die woonden ook in Oostruid. Antoinette, Cecil en Germain. En daar kwamen we op straat, bieren, hè. Ja, vroeger waren dat zo, hè. Op straat bieren komen, hè. Om wat te doen? Ja, of te spelen met een bal of verstopperken of zo. Maar anders, ja. Kattenkwaad was er niet bij. Hè? Kattenkwaad was er niet bij. Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee. Dat weet ik niet. Nee. Ja, hoeveel jaren daar heen, joh? Hebben we dat melkhuis? Ik kan het toch ook nog iets zeggen. Hebben we dat melkkotteke? Dat melkhuis, daar weet ik niks van, Rick. Maar dat kotteke dat toen stond. Wat heb je? Tussen die huizen, ja. Stonden ze dingen. Ja, hoe heet dat weer? Waren dat niet melkhuizen? Nee, dat waren geen melkhuizen. Ja, dat weet ik. Melkhuizen, dat weet ik. Maar, wat was dat weer, jong? Maar dat is allemaal weg nou, hè? Dat was een weg, schoen. Dat was ingegaan. En daar ging de geld toch vrijen. Vrijen? Ja, jij maar... heet dan op bij mijn reschepen zitten kussen. Dat was allemaal niet weten. Ja, we stopperken spelen erin in de straat. En achter die bomen, daar stonden veel bomen, hè. Moet nou allemaal hotels staan, hè. Ah ja, dat hotel stond er toen nog niet als geld gehoord. Nee. Dat waren allemaal bomen. Ja. En daar gingen we spelen in die bossen gezeten. Dus maar over welke periode spreken we dan nu, dat jij daar allee, gewoon wonen bent? 14, 15 jaar, waar ik toen. Ja, dat is... Zoiets, hè? Ja, ik was 18 jaar als ik hier kwam, moeder ik. Dat was 49. Pak dan na de communie of zoiets, ja, hè? Ja, 12 jaar. Juist na de oorlog. Ja. Twee jaar na de oorlog. Ja. En stonden de hotels toen nog niet in de station? Nee. Die heb ik nog niet geweten. Ik heb dat over toer eens gezien dat er hotels stonden. Nee. Dat heb ik nog niet geweten. En de Economa? Die stonden in de Statiestraat. Ja. Ja. Ja, maar in die Statiestraat stonden daar hotels? Daar stonden hotels. Maar... Ah, nu is het duidelijk. Jij zegt waar nu het Pools lokaal staat en daar hebben ze hotel 7 of zoiets neergepoold. Ja. Dat bedoelde je. Ja. Ah ja, nu ben ik maar dan mee. Achter de route, ja? daar, op die hoek stond ook een hotel, hè? Achter die bossen. Hotel 5, hè? Ja, daar stond ook een hotel, dat weet ik. Van de Statiekaai? Nee, dat straat waar dan? Ah nee, er is nog een hotel geweest, wacht hè, in de Hotelstraat. De straat die op de dingen uitkwam, tegen de Economa opkwam. Daar is dat waar de eerste moskee geweest is. Dat was ook een hotel. Ah, dat was in de Statiestraat, hè? Ja, nee. Dus je hebt de Economa, en als je met je rug naar de Economa ging staan, had een straat voor de Economa. Ja. Die Hotelstraat. Als je die dus bijna op het einde was, hè? Halfweg daar, van het laatste stukje, was een hotel. Is dat die hotel die je bedoelt? Nee, ja, dat is ook hier, hè. Dingen, dat heet, dingen, nog die broer nog gewoond, hè. Hoe heet het weer? Die vroeger rondkwam. Die zijn zoon ook gekrost. Nee, aan een andere kant, in de
je hebt de route, ja, moet de trein doorkwam. Ja. Maar daar links waren toen straat ook, hè. De spoorwegstraat? Ja. Ja. Wij woonden in de spoorwegstraat en aan de overkant was ook de spoorwegstraat. Die bedoelde. Ja. Ja. Dus met de stalsie op al. Dat was toch ook een hotel, hè. En wij hadden dat hotel 5. Ik had hotel 5. Ja, ik weet niet wat hotel. En dat is de stadionlaan, op de hoek met de stadionlaan. Ja. Daar was ook nog een hotel, dat is juist. En je zegt, ja, er waren veel bossen en zo. Wat herinnerde je dan nog van? Die Poolse brak, stond er die al? Nee. Van de Poolse lokaal? Nee, die stond er niet, die Poolse brak. En je hebt die ook nooit zien bouwen? Nee. Dat waren allemaal bomen die daar stonden en dingen. Speelplein, die van de Gelder speelden dat ook. In die bos, hè? Ja, die van de Gelder. Ja, en de Schouten ook, hè? Die maken dat hutten en zo, hè? Die kampeerden daar, hè? Nog van 30 nummer 74 waar dat je woonde, beschrijf dat huis eens. De voorplaats, een tussenkeuken, een kelder. En daar hebben we in geslapen als bombardement geweest. Bij drie huizen. En dan boven de twee slaapkamer en een zolder. En achterkant een keukenske. Daar kookte ons ma in. En een paar. De achterkant had hij nog een wc staan. En dan had hij een kikkerkot, een hinnekot. En ze gerief van een hof. Hè. Want een tuin, ja, een tuin die al diegenen die er woonden moesten een tuin hebben? Of was dat niet zo? Dat nu, allemaal hadden een tuin. Ja. Maar de ene was schoener dan de andere. En ik kan al herhalen, die van u was schoon. Ja, daar stonden op 1000 tulpen in, die op de paden zat. En dan zo dingen, moesten tulpen in bouwden. Hoe heet dat weer? Moet die lijntjes allemaal in waren dan? Ja. Die had hij gemaakt zo, met cement, de vorm gemaakt zo. En daar had hij lampjes ingestoken van... Van een villa. Nee, van die koplampen van de put. Ook, maar van een villa ook. Nee, die kapot, maar die waren allemaal kapot, hè. Die lampjes dan... had hij die ingemetst, hè. Die had hij daar ingemetst. En daar zat hij tulpen ook in. Maar daar heeft hij nog een hele tijd gestaan, hè. Ja. Dat was goed gemaakt, hoor. Dat was... Heb je die foto's niet gezien, ja? Ik nog niet, maar dat krijg je wel te zien, maar... Hé, wat stond er nog in het tuin? Ook groenten? Ja. Eierberen, poort, zelder, bloemkiel, alles. Alles, op de paar planten, alles. En die, dat zout bestelde hij aan Gauthier. Maar die bestiet niet meer gelukkig, hè. En u wist niet dat hij nog bestiet. Alles had hij in een tuin. En moest ik alles erin helpen? Moest ik dan meehelpen in de tuin, of niet? Nee, onze paal deed dat al liggen. Die had draaiposten, hè. Die werkte boven op een dag, hè. In het trui moesten ze mensen op en af rieten. Ja. Daar zat hij in. Die had tweerenpost, morgenpost en nachtpost. Want als ze thuis aan het bombarderen waren, als ze gebombardeerd hebben, hè, toen had hij nachtpost, zat hij op een put. Maar dus nooit wat wij thuis moesten doen, het wc leegmaken en over de... Ja, dat wil ze bepalen, maar ik moest dat niet doen, hè. Een maar ook niet. Nee, maar dat kon je nog niet verdragen. Als we hier langs woonden, hè, kon je nog niet verdragen dat ik hem helpde. We hebben hier langs ook gewoond, hè. Ja. En een paar woonden hier toen als maar, hè. Ik mocht niet helpen in hof, hè. Kon je niet hebben. En het gras af doen, nooit niet. Hij deed dat allemaal, hè. Ja, hij deed dat geen, hè. Zo. Straat, hè. Van de Vurtense weg waar jij gewoond hebt. Ja. Zijn daar, moet ik zeggen... Liefdes, lievekes, of mensen verliefd geworden op elkaar en uiteindelijk ook getrouwd of zo, dat je weet? Dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik niet, hè. Dat waren allemaal buitenbergen, hè. Allemaal buitenbergen, ja. Ja, we woonden in een visvangstraat, hè. Dat was een andere cultuur van de cité. Ja. Maar was er toen geen rivaliteit? Ik hoorde nou wel eens vertellen dat er rivaliteit was van die kant van de spoorweg of die kant van de spoorweg of de nieuwste T tegen de oudste T. Heb je geld aan meegemaakt? Ja, echt. Nee, hoor. Ik stond bij letterlijk die van Baal, hè. Die woonde, en zo, die woonde aan de voetbalplein, hè. Marcel van Baal. Marcel en die woonde aan de voetbalplein, hè. Toen gingen we spelen. Die aanvaarden ons. Ik ging spelen daar waar jij woonde. Die aanvaarden ons. Nee, dat doe ik niet. Nee, maar ja, we gingen allemaal gelijk naar dezelfde school. School, hè? Dan moet je rekening mee houden.
Ze zijn er wel thuis komen eten, van stal. Ja, dat moet je. En een boterham op eten, als ze naar school moesten gaan. Dus morgens ging, kwamen die naar school, hè. Wacht, hè, Herald. Morgens gingen die naar school, Marta Kams en Lieske Loos. En ik dan, hè, gingen we gelijk naar school. En als middag de school uit was, kwamen we die mee bij mij naar thuis. Naar smaar en pa. En daar aten die hun boterham op. Dat waren mensen van stal? Dat waren er van stal. Anders moesten ze ja, naar huis gaan. Dat ging bekend niet en dingen. Hè. Ja, maar nu is het smaar van. Komen nog hier. Nu brengt hij me mee, die zal niet wel een boterham krijgen. En het school bestond? Dat weet, nee, dat weet ik niet. Ik denk dat niet, hè, nee. Dat een school dat bestond toen. Hè. Ja. En die zijn altijd komen dingen. Want we zijn over toer naar Bokrijk geweest, de optreden van S-Plus. En daar hebben we die Marta Kams teruggezien. Hè. Maar we kenden ze niet meer. Hè. Ik kende die niet meer. Hè. En ze zei, Mapola, ik heb van zijn leven toeren altijd mijn boterhams komen opeten. Ik zeg, ja, maar dat weet ik nog. En dan moet ik er maar een goeie... chocomelk, ofwel een chatsop, kregen ze altijd. En dan hebben die tot het achtste studio, of zevende studio, hoe lang was dat toen? Achtste studio, hè. Ja, ik weet niet of jij eerder vertrokken bent, dat weet ik niet. Ik ben tot achtste studio gegaan naar school en toen ben ik naar de vakschool. Ik heb mocht tot achtste studio en toen ben ik naar het kamer naar school gegaan, bij de bus. En op een last stapten we toen op. En als we hier komen wonen, dan heb ik de bus hier gepakt, toen naar het kampo. Toch 18 jaar waren en toen werd gedaan. Allee, ieder deel van de CT had zo zijn eigen figuren. Ik bedoel maar, kioskplein, als ik dat hoor, dat was me dan poep. Ja. Die woonden niet op kiosk. Oh, leg uit. Die woonden in de Wispel. Op een hoek, dat weet ik nog. Je hebt de Evensplein en je hebt de kioskplein. En dan moet je van het kioskplein zo naar het Evensplein rijden. En aan de rechterkant, dat is de huis, daar woonden die. Op de hoek? Op een hoek, daar woonden me dan poep. En waarom dan dat poep? Ja, maar wat? Ja, de poep zo. Ja, en een gas voor, dat kon ik geloof zitten van achter, hè. Ja, klopt. Zo, die waren dikke, ja. Mm-hmm. Maar eigenlijk... Maar ken je zo geen figuren in de Vurtense weg? Waren er zo daar geen die een bijnaam hadden, of die ze anders noemden, of die, ja, weet ik wat. Nee, dat weet ik niet. Die van de Gelder, die waren gekend, hè. Dat waren... Ah, die van Gelder? Dat waren qua jongens, hè. Qua jongens zeker in die veel, hè? Oh ja, voor de eerlijke, maar voor de rest... Dan leven die nog wel van, dat weet ik niet. Voor de rest weet ik niks van. Maar anders hem. Dat was een rustige straat voor te zwijnen. Ja. Eigenlijk wel. Ja. En feestelijkheden gebeurde daar wel? Allee, nee. We gingen wel eens een zat koffie drinken bij de een of de ander, dat wel. Dat was vroeger. Hè. Maar echt, hè? Dat was vroeger, dat we onder elkaar kwamen. En uchteren s'avonds. Huh? En uchteren buiten, dus s'avonds buiten zitten en babbelen. Dat weet ik niet meer. Gebeurde dat bij jullie? Dat kan wel, zoals dat we de maand august gingen en dat vindt Timmermans. Maar echt buiten zitten, dat weet ik niet. Die anekdote van die Russen, dat moeten we nooit eens vertellen. Van die Russen? Ja, bij het bombardement. De Russen? Ja, we sliepen, met een paar waar werken. En ik en ons maar, we sliepen bij hem dan, hè. S'nachts mocht hij daar bij kon slapen als de nacht was. Hè. En toen kwam Gus Timmermans thuis kloppen. Lieske, opstaan. Ballen in de lucht, lichtballen in de lucht. En ze zijn aan het schieten, ze. We stonden op en dingen, hè. Komen buiten, ja, we zagen dat, hè. En toen huurden we dat, hè. Ik en mijn nicht was thuis, Els. Van de buiten, die was thuis op vakantie toen. En we kosten nog zo'n huis uitvluchten, de wc op. En toen begonnen ze nog te schieten. Hè. En toen kwam Gus terug en die kwam ons roepen. Kom maar mee naar thuis. Ja. En toen hebben we de deur gesloten en toen zijn we mee naar Gus gegaan. Die woonde zo'n lengte op een hoek hè. En daar waren een straat. Hè. En daar hebben we in een hof, achter in een hof gelegen. En die vliegers kwamen over, de dingen, en we huurden dat boem, boem, boem. En ineens kwamen ze er afgelopen, een deal zo, en die kropen bij een fiets over het murken. En dat waren Russen, die kwamen van het werk. Ja, en we, Gus dacht dat onze pa was. Frans, zet zie je dat? Frans, zet zie je dat? Nee, Ruski zeg hem. Dat vergeet ik nooit, die dingen. Zeg hem. En... toen zijn we daar blijven liggen tot het rustig was, hè. En toen zijn we binnen gegaan, hè. En lekker we binnen waren, hè, begon dat van her, hè.
Toen gingen de lusten. Oh, toen hebben we toch schrik gehad. Ja, en toen daarna werd dat gedaan en toen zijn we naar huis gegaan. Maar ja, dat durft niemand meer slapen. Boven of in een huis. Hè. En toen hadden we als een paar thuis in de kelder bruggen gezet. En dan een matras opgeleid. En dan hebben we daar bij drie huizen soms in geslapen, thuis in de kelder. Wij dan. En dan Gus en Fien, Jaak en Mil, Julien. Hè? Wie? Jan, hè? Ah ja, Jan ook nog. En dan die van Schepers, hè? Die hebben thuis ook geslapen. Maar die van Schepers woonden die op die dat moment die woonden een beetje verder als wij, verder naar de route toe, hè. Het huis of vijf. Maar nog verder dwars dat? Of al nee, de kant van Gelders? Van Gelders, dingen. Nee, die in die straat blijven, hè. Ja. Niet die straat ingaan, die straat blijven. Maar van nu vertrekkende, waar ja. Hebben die dan gewoond als je richting Melkhuis ging? Nog verder dat je de dwarsstraat in kon, in dat gedeelte toch? Nee, te veuren, door nog, hè. Door, tot aan Gelders en zo dan? Aan Gelders. Langs Gelders woonden die, hè. Gelders woonden daar, ja. Die woonden dan in het eerste huis? Nee, het eerste huis woonden nog iemand anders, maar wie dat waren, weet ik niet. Nee, en Maria van Wetswinkel, voor een tweeling. Die had juist het huis, het eerste huis, voordat je de dwarsstraat in ging. Daar woonden die. Ja, en dan woonde nog iemand, maar wie dat waren, weet ik niet. En dan hadden we Schepers, het tweede blok. Of de derde blok. Mijn ben neef woont nou in de huis, moeten wij gewoond hebben altijd. Hè. René Meijkers. Ah ja. Ah ja. Ja. Goed, en Maria. En Maria. Damske. Damske, zeker hè. Want, allee, het is eigenaardig. Als je dat zo moet opnoemen, hè. Ik ben geboren in de Vurtenschat Gelders. En dan de volgende twee blok. Het eerste huis, dan achter ons woonde Bogaert ofzo, of, dat weet ik helemaal niet. Dus dan... Ja, dat is geen huur die tegen die... Zijn wij naar de Spoorwegstraat. En dat de? Spoorwegstraat. En dan de Schepers eerst. En dus van Wetswinkel naast ons. Dus die namen die komen bekend voor. Ja, ja. Ten tijde van de processie moest ik al iets bijzonders doen? Of niet? Oh ja, moeten we trooien, hè. Witte zand en van die dingen, papiertjes kapot snijden zo en dan op de grond gooien. Meer niet. Ik ben in een processie gegaan. Ik ben Maria Goretti geweest. Maar dat is nooit geen foto of niks dat ik weet. En wie is Maria Goretti? Dat weet ik zelf niet. We waren dat weer jong. Dat weet ik niet. Ik weet het niet meer. Dat was niet de heilige. Ik had er lang haar. Nee. En heilige waren. Ik had er heel lang haar. Ja. Zo hang ik los. Dan komen ze weer werken niet. Ja. Maar gauw bruiloften of andere feesten die er gebeurd zijn? Nee. Dat waren niet vroeger niet. Hè. Ik heb mijn communie gedaan, ja, maar dat vuur, nee, dat was vroeger niet. En het is op 18-jarige leeftijd tegen van de CT weg. Ja, toen ben ik hier komen wonen. Huh? Die ik op de CT gewoond heb. Welke is dat voor u, de schoonste herinnering of de schoonste herinnering van? De CT-kermis. Daar hebben we veel plezier gehad. Vertel. Ja, waar, dat weet ik. Ja, we moesten 18 jaar zijn, eer dat we de tijd mochten niet gaan, hè. En we mochten niet dansen gaan, hè. Maar we deden dat toch, hè. Erg. De tent van een Driesen, die stond dat toen, hè. En vrucht, voor een donkere thuis, hè. En dat was altijd redelijk goed. En voor de rest, ja. Dat is anders niks, dat ik weet, hè. Ja. Dat was toen nog fijn, hè. Daar stonden de rups, de botseltekens, de rups daar gingen we inzetten. En als steek toe ging, dat kusten we en zo. Dat was vreugd, hè. Ja. Dat was, ja, maar dat zal hij ook wel gedaan hebben, weet je erbij. Nee, dat was zo, hè. De botseltekens en dan bij eendekens vissen en zo. Hm? Die eendekens vissen. Ah, oh, ja. Vissen. En in de zure zitten. En in de zure zitten, ja. En dan... de zuren en dan schietramen. Ah ja, ook eens alleen. Maar dus over dingen van die zeg eens, dat hotel dat er later bijgekomen is en zo, daar weet ik ook niks van. Daar weet ik niks van, nee. Stel in verband met de Russische krijgsgevangenen, dat klein brugje dat stond waar dat een tris, een tweede tris was. Daar heeft een brugje gestaan ook, ja. Hè? Dat heet ook, ja. Kwamen die niet langs daar, gingen die heel langs om, over de grote brug. Dus die... Dat weet ik wel. Nee, ik geloof niet dat die langs de dingen kwamen. Hè. Langs die dingen, nee. Hè. Die gingen... We kwamen altijd de Stasiestraat in, dat weet ik. De Stasiestraat in. Dan draaien we die dikwijls wandelen, hè. Jawel, en dan draaiden die af voor op dat klein brugje, voor de dingen af. Jawel, in die straat. Ja. Onze pa had dan een abri gemaakt. Voor op Deelviersplein? Op Deelviersplein? Nee, aan de Tennisstraat, achterkant in de Straken. Ja. Dat was waar de schapen en de geiten gingen daar ook grazen. Dat was een heel open plek.
En we zaten erin en als de alarm afging van de put, dan gingen we daar schuilen. Totdat die vliegers voorbij waren. En ene keer ging die alarm ook af, zijn we daar gaan schuilen. En toen ging de alarm af dat alles voorbij was en toen mochten we van onze pa niet naar huis gaan. Onze pa had voor de eerste keer daar dekens voor de ingang en de uitgang gezet, dat we niks zouden zien. En we mochten niet naar huis gaan. Toen zijn die vliegers teruggekomen van Duitsland en die hebben toen Leopoldsburg, de kazerne, gebombardeerd. En er zijn veel dooi gevallen, want er zijn veel dooi in wagons gezet. In Beringenmijn hebben ze nog een wagon opgedaan en daar lagen ik weet niet hoeveel lijken in, allemaal Duitse. Dus als een paard, die wist er iets van. En daar is ooit van mijn leven niet in de Bemme geweest. En die zei, Europa zijn naam komt voor bij mannen van het verzet. Er is een paar in het verzet gezeten, dat weet ik niet, als ma geweest. Gelukkig misschien. Want we, ja, hebben ook, we hebben ook een huiszoeking gekregen van de Zwarte Brigade. En die waren achter jassen aan het zoeken en tot op boven op de zolder zijn die toe geweest. Maar voor wat dat die toen thuis geweest zijn, dat weten we niet. Maar pa leefde toen nog? Ja. Toen leefde hem nog, ja. Toen waren we doodgeschoten. Op de dag van de bevrijding doodgeschoten. Hij heeft een paar dagen erna. We waren bevrijd en... Hier in Beringen. Hier in Beringen, Beringenmijn dan, hè. Waren we bevrijd. En toen zie je hem, dan ging ik naar zijn pa. Dus kijken hoe het bij zijn pa is. En die woonde in Hulst. En vertrekt en hij gaat een tevijnd met vlot. Ik weet niet of je dat nog weet. En hij giet vlot over en dan komt er iemand tegen. En die vraagt aan die man, zeg zit hem, is het kinder veilig? Je hoort zitten, want ik kom daar van die houden, want ik geen belletje halt. Die kleine die was geboren tijdens de bevrijding. En er is een paar kantoren en hij gaat verder en daar schieten ze hem dood. Aan de snap, daar schieten ze hem dood. En dat heeft al 2 of 3 dagen gelegen dat ze iemand durfde hinnigen, omdat daar recht tegenover waren de 70 cellen in die bossen en daar zaten nog Duitsers. Dat is al wat ik weet. Toen is Sjefke van Hulst, ja, die is toen thuis komen zeggen dat zijn pa dood. Ja, je was 10 jaar zeker, hè? Ik was 10 jaar, ja. En een paar dagen later was de oorlog afgelopen? Nee, toen hebben ze nog uitgevochten. Ah ja, die hebben de Ardennenoffensief en zo met elkaar. Ja, nee, de Ardennen ook nog. En dan heb je Hechtel en Eksel hebben ze nog uitgevochten. Op het kruispunt. En wij waren bevrijd, dus de Engelse laag. Heel snel, tijdens de bevrijding. Ja, er stond 2 of 3 huizen leeg. En dan rusten die hebben dat eigenlijk. En die hadden toen een oude notters die helemaal kapot geschoten. En dan waren we in aan het spelen. En toen kwam Sma alsof van die notter weghalen en toen zei ze, papa is dood. Dat is een liefde. Dat we kunnen niet klappen. Maar de leegstaande huizen, wat was dat dan ongeveer? Dat was die 3, ja, dan moet ik ook weer iets vertellen. dat zijn die listed huizen van het Kielsplein. Maar links of rechts? Dus als je met je gezicht naar het casino staat? Dat de laatste huizen, de 2 laatste huizen. Ik pakte 2, ik weet niet meer of dat 3 waren, maar de 2, die waren in opbouw. Hè? En daar sliepen die Engelsen in. En er was ook een kantine waar ze eten mieken. Dat heb ik achteraf uren vertellen, ik heb dat nooit niet geweten gehad. En daar hadden die kok had de vliers op een vensterbank gezet, we hadden al naf te kullen. En mijn broer, de Jaak, had dat gezien en die had dat gepikt en dat mee naar huis gebracht. Ja. Okay. Ja. Allee, jong toch, man. En we ook nog geweten hè, dat er toch condooms in die muren zaten, hè. Condooms van die Engelsen, hè. En dat we de begossen ballonnetjes... Ja. Maar ja, dat weet je toch nou allemaal wat dat is, hè. Op dit moment niet, hè. Maar dat was een ding van de opbouw. Dus wat dat de Engelsen schuilden. Ja, dat was in de opbouw, hè. Dus ja. Dat was onder de oorlog zijn ze ermee begost. En mee dat de oorlog echt escaleerde, zijn ze ermee gestopt. Want we gingen er veel in spelen. We hebben de oog Alcatraz gespeeld en dat hebben we goed verteld tegen die. In je andere boek heb je dat dan ook. Ik weet niet of dat boek, ik denk dat. Nee, is dat een eeuwige boek. Nee, maar dan als een sneeuwvlag, dan verdeelden we ons in 2 groepen. En 1 groep binnen en wij buiten. En dan gooien we met sneeuwbollen om elkaar. En als die man binnen hun sneeuw op was, dan staat die een witte vlag buiten en dan mogen die stief komen halen.
Dat is echt, hè. Aan die kant hebben we hem hier uitgetrokken naar de andere kant, hè. En toen, dan gooiden we terug. En dat waren allemaal van die kleine ruitjes, zeg. Je kent dat, hè. Die waren allemaal kapot, hè. Daar stond je niet meer. Goh, ja. En ook nog, en dat heb ik met Tango Wallace gezeten gehad, vroeger heb ik het plafond mee om met van die latten gezet. Die plafond die brok, maar ja, we moesten die latten zijn om papieren vogels te maken. Ja, maar daar heb je niet het alleen recht op, want dat die, hoe noemt hem ja, iemand van Louise Westerlaan, chef, Kogelijk, die vertelt dat verhaal ook van inderdaad van, dat je boven ging en zonder... Wie? Ben je wel eens een verse land? Ja, chef. Pokkelaar gek? Ja, ik kan thuis nou. De okay. Pool. Dat is een pool. Dat is leuk. Dat hebben we dik op hey, maar daar zijn Engelsen tijdelijk begraven geweest ook op de... Dat weet ik. Ja, maar daar zijn foto's van, daar heb ik foto's van. Daar, op een kiosk. Hier in begin, als je dus vanaf de Comenlaan erop komt, op het eerste gedeelte, daar hebben we lijken gelegen. Maar tijdelijk, hè? Niet veel. Want die gaan er niet lang gelegen hebben, denk nee, ik. Nee. Allee, hè? Want die gaan erin is. Ja, Rick. Op de kioskplein, op de kiosk zelf, daar gingen we als behoefte doen. Dus kakken en pissen, onder in de kelder. En dat stond daar, joh. Oh, joh, je moest kijken waar je liep, hè, want alle man ging dat kakken en van die jeugd. Dat weet ik nog. Jong. En dan had die appelspikker, dat hebben we wel niet zeggen. En dan ook nog bij die Engelsen, hè, uit die auto's, hè, daar gingen we die brandblussen spikken. En die spoten we leeg. En dan vulden we die terug met water en dan begonnen we op elkaar nog te spuiten. Oh. Jong toch, als ik dat allemaal... En dan ook, waar de kiosk nest uit, onderen in de... Maar die kelders die waren uitgegraven al, hè. En daar zaten kikkers in, daar zaten salamanders in. En die kikkers die vingen we, en die blazen we op, hè. En die gooiden we dan zo het water, hè. En dan gingen we daarin zwemmen. In de kelder? Nee, dat was toen nog niet kelder, hè. Dat was toen uitgemaakt, zo, hè. Ah, ja. En toen we uitgemaakt op twee plekken. En dan gingen we dan zwemmen en als we thuis kwamen moesten we ons terug wassen. Jong toch wel. Maar voor wat zijn die kelders zo het gebruik geweest? Allee, waarom is er een kelder op een kiosk? Hebben ze er ooit niet mee gedaan? Ja. Dat weet ik niet. Maar welke kelders bedoelde je? Jij bedoelt de kelders van het casino? Nee, waar ik over ben. Dat zijn die twee huizen. Die de Engelse zalen. Dat we die Engelsen zaten, hè, dan ja, die kelders ja. Zijn we nooit niet geweest. Hè. Ja. Nee, maar wel broken we die latten af dan. Hè. Ja. En dan, waar de casino nestert, die is er nou gebouwd geweest, verder gebouwd. Ja. Dat was een poel, moet ik zeggen. Toen ja. Groeide de poel tweeën. En in die poelen, daar zat salamander en dan kikkers en zo. En dan gingen we die kikkers vangen en die blazen we op. En dan gingen we ook in zwemmen. In de zomer, ja, en als we dan thuis kwamen, moesten we ons wassen, want zo zwet zag dat dan. Maar als je het dus strak had over de behoefte doen in de kelder? In de kelder, van kiosk, van de kiosk zelf. Dat toch? Daar is een kelder, hè. Ah, wel ja, maar waarom dient die? Dat weet ik niet, dat durf ik ook niet zeggen. Wat? Voor behoefte te doen, hè? Ja, want inderdaad, je moet de trappen op en dan heb ik de kiosk. En daaronder ja, is een open ruimte. Ja. En dan is dat een kelder? Daar is een kelder, ja. Daar gingen we werken, daar gingen we kakken. Oh, ja. Heel lang. Mal lief, daar hebben we van leven. Gaan we ook. Welke trekken dan en doen van alles. Mm-hmm. Ben me dan poep? Ja. Welke trekken dan? Want jij bakt hem al toch niet van André Kuppes? Kuppes of een daar van Deringen. Had je ook op kiosplein gewoond heeft? Ah, Kuppes? Ja. Nee, Charles Kuppes? Charles, ja, sorry. Ja, die heeft op een kiosplein gewoond, hè? Want die doet dat vooral ook, hè, van Madame Poep en ja. Belgen trekken. Dus misschien was hij wel in uw... Nee, we waren allemaal deugd niet. Dus ja.
Philip Marina. Ja, dat was goed. Dat is of de rekening, dat ben ik zuster vrouw, wat vind je daarvan? Goed, heel goed. Kom, en veel, goed opgenomen. Veel dingen los van wat vroeger. Zoals? Ah ja, een kiosplein. Kiosplein, ja. Kiosplein. En je hebt dan de badzaal van Beringen, die was ook gebruikt nog schijn. En dan de tribune van Beringen, was ook gebruikt. En dan dingen, kiosk, dingen van ja, de dingen. Kiosplein hè? En zo en dat wel. En dan wat mij ook veel, veel, dus vroeger hebben we ons gewassen in de Seng, zeg ik, weet niet of je dat. Dat hebben we gewoon nog gezien vandaag. Dat komt in die film allemaal. Ja, echt, ja. Dat vond ik echt goed. Uh-uh. Echt goed. Die speelden heel veel dingen, hè? Ja. Goed, hè? Echt. Ja, wat ik nog herinner van die Italianen, is dat die daar op dat nieuwste thee zaten, daar helemaal achterin. En dan kwamen die thuis voor de deur door, al zingend in Italiaans, hè. Die zongen thuis voor de deur als ze gingen werken naar de put. Ja, ja, ja. Dat weet ik nog. En je woonde in de Vissingstraat? Ja. Maar die Italianen, waar zaten, die waren nu de Gouden Jubileumplein is, of bedoelde ja, dat? Weet je wat de baraka is, weet je die? Ja. Daar woonden die allemaal. Maar alleen Hazen van de Put? Ja. Die waren nieuw gebouwd. Die zijn nieuw gebouwd geweest. En die zijn dan, die hebben wel lang in de Balterskamp gezeten. Ja. Van Balterskamp zijn die toen naar daar gegaan. En daar is naar de baraka gekomen. Waarom wat? Ik weet het niet. Hm? Ja, die zeggen, voor wat hier uit, hè. Nou weet dat niet, hè. Dat is goed, hè. Ja, dat is kampje. Nee, we woonden in de Visvangstraat en daar was een slachter. En die Italianen die hadden bij hem iets besteld. En dan moest ik dat dan naar Balterskamp brengen. Dat weet ik nog. Met de vuller reed dan naar daar en dan klopte ik ergens. En dan waren dat gewoonlijk mijn werkers die juist wakker klopten. En dan moest ik dat vliegers al afgeven. Dat weet ik nog. Die woonde toen langs Malmgree. Weet je dat nog? In de Tennisstraat. Malmgree die was al lang dood. Dat is toch niet wanneer de bakker is en zo in de Tennisstraat? Ja, daar is nog een bakker. In die straat zit Malmgree. Ja. Malmgree was ook een bakker, hè? Was ook een bakker. En daar langs was een slachter. En daar is niet die bakker. Ah ja. Dus die dingen, die Malgreef heeft dan, hoe moet ik zeggen, eigenlijk die winkel gehad en door stuk, net van die dingen was open plots en dan had er een café. Zou dat kunnen? Dat is al dat, hè? Dus als je nu de bakker van nu hebt, hier in huis en dan tweede huis, wat die verfwinkel van Hannes geweest is dat die café? Ik weet niet of dat ooit café. Nee, café niet, maar die bakker heeft hier daar gezeten. Ja, dus je had Malmgree, je had die een heel grote plek vroeger, hè. En dat was zo'n streetje. Maar denk niet dat jij dat nog weet. De Visvangstraat loopt zo door en dan liep zo een streetje en daar speelden we veel. Maar waar ligt hier het casino? Hier ligt het casino dan. En dan, hier ligt... Hier, dat is het casino. Casino, met dan de Visvangstraat en hij heet de Tennisstraat. Ja. En hier was een heel open plek. Ja. En daar was de bakker, Malmgree. En daar langs was die... Slachter. Die slachter. En daar langs was een heel grote open plek. Ja. Want daar speelden we veel, en want daar hebben we ook nog een anekdote van gehad. Want er was een die een abrie aan het bouwen was en voor het bombardementen. En we leiden die uit, gezet zot, en ik weet niet wel dat we 14 dagen al zaten we allemaal in. Dat is echt gebeurd. Maar daar zijn we toen daar. En dan zat daar die rosse, hoe heet ze weer? Mangelschots. Marie-Louise Mangelschots, dat weet je goed, hè? Dat weet ik nog maar.
Die woonde daar met haar eerste, maar die is ook van Kamekelen zijn die naar daar gekomen. En dan woonde die van Petit, de viswinkel. Die van Petit, Sociale Petit. Maar dat is nog allemaal in de Tennisstraat? Allemaal nog in de Tennisstraat, die van Petit. En dan woonde die van Nijske, Sjaalke Nijs. En dan begon de CT. Dat begon dus de CT en daar, ja, wie dat. En die CT die begon met die halve cirkel. Die huizen op die halve cirkel dan? Nee, dat is de Kromme Straat. Die gaf. Ja. Nee, die CT begon nog voor de Kromme Straat. Ja, dat moet nu nog zijn dan? Ja, nee, kan ze tien. Jawel, dat is nog. Er komt eruit achter een voetbalplein. Is dat iets wat? Nee, dat is nog verder, dat is Stadionlaan. En dan kom je aan de andere kant, achterkant. Maar daar, die CT-huis, en daar woonde Marcelke van Onkelen, woonde daar. Dat is een gehandicapte, die met een hazelip. Wie woonde dan nog? Die een daar zo lang in een kerkje gezeten heeft daar. René Leest. René Leest, maar hoe heeft jij gewoond dan? Donnie. Niet op de CT? Jawel, met Donnie. Ze woonden aan de Palas, die waren zeker. Ja, die woonden aan de Palas. Maar René Leest is niet die lange. Die in daar met... zijn de koud ook gezeten. Nee. Die zat in een kerkje. Die zat in een kerkje met een rolstoel. Hij woonde dan ook aan de Palas, boven ergens op een appartement. Hij zei, doe het nou. Nee, René Lees, die woont hier niet in Koersel. Nou. Ja, nee, die woonde vroeger, zolang als die op de AWV gewerkt heeft en ik die gezien heb, woont die nu op de Beverloerse Stierweg, richting Tervangt, en bijna daar rond Punta. Ja. En net voor de dokter. Dokter Wex woont daar, ah, in huis, en daar heeft René altijd gewoond. Ah. Maar of die er nij nog woont, dat weet ik niet. Want dat is lange tijd dat ik die gezien heb, alle geleden. Ik weet het niet, die ken ik ook niet. Hé, hey. Is op de CT van Bering? Ja, maar is Pevers, die zijn ouders hebben een café gehad op een geitenhoek. Ik weet niet dat een geitenhoek. Nee, hè? Hoe nou de bloemen? Dat is tegenover de bokkenkant. Nee, ik ken de geitenhoek niet. Jij weet hoe nou de bloemenwinkel is, nou, hè? Ja. Moet de spargewissen. Ja. Dat is een geitenhoek. Dat is dingen, dat is het hoekste. Hoe heet jij voor de bloemenwinkel? Wat is Spar? Ja, de Spar, aan de andere kant, dat was een geitenhoek. Op dat hoekje? Op die hoek, dat was een geitenhoek toch? Ja, dat was ook het peperkoekenhuisje. Ja? Ja. Dat was het, dat begon de geitenhoek. En daar hebben die van Pieters hebben daar gewoond. Maar wacht, hè. Op dat peperkoekenhuisje, dat was een café. Daar recht tegenover. Ja, en hoe noemde die? Dat weet ik niet meer, maar dat ben ik nooit niet geweest. Die van Bevershand, die café. Wie? Maurice Bevers en haar, zijn ouders. Ja, die daar café. Daar op die dingen, tegenover het... Ja. Beverskoekenhuisk. Ja. Dan weet ik nog dat Peperkoekenhuis ik in godverdomme. Maar de Maurice Webers is geen familie van de burgemeester die nu Maurice Webers hier ook. Jawel, de ouders van Maurice Webers waren. Die dat café gaat hebben. Van vader Webers? Ja. Of van deze Maurice? Ja, maar of die Maurice heen, dat weet ik niet. Hè. Webers zeggen, Maurice Webers zijn ouders. Hebben dat café gehad. De burgemeester zijn ouders? De burgemeester zijn aardse, daar de aardse van. Nee, de burgemeester zijn ouders hebben dat café. Die roeier. Heeft hij dat café gehad? Ja, dat meen ik van wel. Dat moet ik nou vragen. Vraag dat maar eens na. Maar dat is inderdaad, dat is het begin van de geiten ook. En dan heel tegenover die bloemendingen, dat hoef ik. Het hoekske gehad. Café het hoekske. Ja, hoor. Ja. Dat wel zo. Hé, hey, als je van mij kwam van het vrije... Ja. Dan ging je toch al naar binnen? Ja, ik reed nu niet recht naar huis. Je reed nu niet recht naar huis. Maar wie had toen het hoekje? Wie had die muur? Dim van Damme, hè. Was dat Dim van Damme? Ik geloof het. Hè. En die had een dochter. En daar waren ze allemaal gek van.
Dat weet ik nog, ja. Ik ging alleen de kruidband toen naar huis en dan kwam ik dan voor de deur door en dat stond hij. En dan dronken we het aan de boeien en dan gingen we naar huis. Dat bleef er altijd hangen, ja. Dat weet ik nog wel. Toen al. Dat weet ik. Maar noemde dat toen ook het hoekje? Het hoekje, ja. Ja, want nadien is dat, noemt ze Mariette en dingen geweest. Het hoekje, ja. Maar die café in de Tennisstraat heb je nooit gekend, hè? En dingen. Schuiter heeft een café gehad om komen aan. Hoe heet het die weer? Maar mijnwerker. Mijnwerkersvriend. Het Jaak Schuiter. Bij Schuiter, op een hoek van de Visvangstraat. De mijnwerker of mijnwerkersvriend? Mijnwerkersvriend. Dat is juist. Heet hij nog toen niet? Nou. Ja, hij noemt het de mijnwerker of mijnwerkersvriend, dat weet ik. Het is de mijnwerkersvriend, zo heet het. Jack Schuiter en zijn oude satelliet. Maar anders in de Statiestraat waren het ook café, dat weet ik niet. Nu ja, ja, de Statiestraat wel. Maar wie? Ja, gaat de Germen al? Gaat de Rikske de coiffeur, dat ze al eens genoemd hebben? Die daar moet juist net een café geweest zijn? Ja, dat klopt. Maar hoe noemde die? Dingen. Moet nou de beurtservice zitten. Nee, dat was de Germen al, hè? Dat was de Germen. Nee. Ah ja, dat was de Germen al. Maar dan nog te voeren. Ja. Lengs Pelsers. Ja, ja. Hoe heette die weer, jong? Dat was gewoon een café. En dan is de ogen nog een winkel geweest van verturen en ja. Dingen. Ja. Die leeft nog altijd, hè? Pelsers. Die dan gewoon zit. Dat zou best kunnen. Ja. Pelsers. Dat was een vroedvrouw ook, hè? Een vroedvrouw, ja. Die had nog een verslag gebracht. Hierboven in de dingen. Ja. Maar hoe heet het? Leontin heette ze. Dat weet ik nog. Maar die zit nou in Zolder, geloof ik, in de rusthuis. Dat kan. Hoe heb ik dat gelezen? Ik heb dat altijd even aan zich gelezen. Die waren voor de jaren. Waar ik in 100 jaar geworden of ja, niet? Ja, dat heb ik in het Goed Nieuwskrant gelezen, geloof ik. Ja, hè. Maar ja, en dan hadden de logementshuizen in de Stationstraat. En dan gaan we zo verder af. In de Nieuwstraat, dat was eerst die van Potty schijnt. Moet die café gaat hebben en dan is dat mijn lamp geworden. Die van Potty? Dat mag nooit geweten dat die een café gaat hebben. Wie? Die van Potty. Weet ik niet. Gisteren zei daar iemand tussen die van Potty en die zou dan een café of viswinkel gaat hebben. Die hebben die... Dat heet Lareman, zei toch gewoon dat, de filmmaker, hè. Ja, dat is gestopt. En toen zijn ze daar gewoon, en dan hebben ze daar een viswinkel van gemaakt. Want die zijn van de Tennisstraat naar daar verhuisd. Want die hebben op de Tennisstraat, hebben die ook viswinkel gehad. Juist langs de Nijske. In de Tennisstraat. En, want dat weet ik nog heel goed. Direct na de oorlog, dan kregen we bonnetjes voor eten te kopen, hè. Eetbonnetjes. En dan zaten we dat aan te schuiven voor wat vis op te halen, dat weet ik nog. Dat weet ik nog. Maar ik heb ook nog geweten dat ik bij Pijltjes ook binnen bond geweest zijn. En in de Statiestraat. In de Statiestraat moest ik mijn bonnetjes hoog aanschuiven voor eten gaan te halen. Dat weet ik. En er is ook een slachter geweest, moet je een dochter van gestorven is dan. Hoe heette die weer? Ik weet niet meer. Slag valt mij daar binnen, hè. Dan schrijf het maar op. Nee, maar dan onder Palas hebben we nog een paar cafés gehad. De Palas, de Gijbel, de Wieter. Dingen, de Wieter. Moderne. En Café Moderne. Moderne, en daar heeft dingen nog in, die van mij is nog in gezeten, hè. Een neef van mij. Ja? En toen is hij aan de Palas gewoond. Dat gewoon, is die een Troonbeek, of genoemd? Nee. Hoe noemt hij? Die met die Jan getrouwd is. Of met Maaike. Van Hestje getrouwd. Met Maaike? Ja. Ja. Hoe heet die? Roger? Nee, hè? Is Roger? Nee, Roger is niet, hè? Ik weet niet wat van mij gedacht. Roger aan het Kortelcafé, hè? Ja. Hoe heet het? Is het toch weer, joh? Maaike die hotel... Hotel Moderne. Moderne gehad is, nadat de ferm door werd gegaan. Ja.
Die zijn op een bepaald moment inderdaad Palazzo. Die zijn al dat Palazzo dingen. Ja. En dan zijn die gestopt, hè. Maar die café, voor dat de Palazzo hier, voor dat Maaike erin gegaan is, hoe noemde die toen? Want dat was toen al café, dat weet ik ook niet. Dat weet ik niet. Maar moest dat dan nog, allee, want dat is het nieuwe project waar we nu mee bezig zijn, voor volgend jaar. Hè. Moest ook iets binnenschieten en ik kom er nog eens tegen, zeg het eens. Ja, Thijs straalt, ja. Ja, Moensken had het al, Thijs had het al, in de Nieuwstraat. De Glimburger is er goed geweest. Allee, ja, ja, de Binnenlux. Allee, dat. Bonaire Sparres, dat is vroeger, godverdomme, hoe heet die weer? Die is ook bij S+. Bonaire Sparres? Ja, die man die het wel zijn vrouw moet sturen. Nou. Die heeft het ook goed gehad. Dat was recht tegenover het tennisplein. Was er café? Nee, met een de winkel. Die van Thijs hebben we toch ook café gehad, hè? Ja, Anna en zo. En ja, en hij zingen ook café nu, hè? Aan de voetbalplein, hè? Dat ging meer, niemand niet café meer, hè? Nee. Die woont nog wel in de huis, dat weet ik. Maar de Binnenlux moet nou... Ja. Moe wat dan nou? Wanneer dan bakkerij? Een Turkse bakkerij. Bakkerij of wel een ding. Om die vlieger. De bakkerij is er juist even, denk ik. Ja, dan dat dingen. Daar is ook een café geweest. Die moet naar binnen lukken. Ja. Hoe heette die weer? Moens. Moens gezegd, Moens. Nee, Jan. Jan heeft die op plaats gehad. Nee, die Paul. Ah, nee, maar tevoren. Waren tevoren wie daarin zat, dat weet ik. Dan weet ik nog dat daar twee vrouwen waren die thuis in het Eversplein gewoond hebben. Godverdomme. Maar Louise heet ze. Zij woont nu in Bergen. Victor heeft zijn bieren af nou, hij zit in de kerken. Ah, Vicaria. Aria, er werd die van Aria getrouwd. Ja. Die. En die hebben de Binnenlux ook goed gehad? Ja. Die hebben de Binnenlux gehad, Marie-Louise. Marie-Louise, ja. Maar of die andere zuster nog leeft, dat weet ik niet. Vicaria. Ja. Vicaria. Je hebt nog een voetbal bij Bergen. Ja, herkend, ja. Die is echt, ja, die ken ik wel. En komt die op die dagen van de pensioneren of zoiets? Komt die daar tegen? Hè? Nee. We zijn Fink tegengekomen in het hospitaal. Hè. Als we Mariette gaan bezoeken. Hè. Dat kan wel, maar we hebben die jongens gezien aan een gezette winkel. We zijn kerken. Nee, dat weet ik jawel. Niet. Nee, maar ik weet wel dat we hem gezien hebben in het hospitaal. Want toen zijn we onder het heel langs Mariette. Hij lag langs Mariette en toen verscholden van dat hij er buiten kwam. Mm-hmm. Mariette zeg ik, Nelly. Bij Nelly. Als we Nelly gaan bezoeken zijn in Heuze. Ja. En toen zijn we naar onder. Ah, ja. En toen zijn we onder gaan, naar onder naar buiten gaan en toen zaten ze al nog koffie te drinken. Nee, dat waren meer van opreden die we toen gezien hebben. Als Nelly in het hospitaal daar. Godverdomme, heeft ze maar gelijk. Hey, heb ik wel opgelost. Heeft ze maar gelijk. Hey, heb ik wel opgelost.